Wandelen met op je koptelefoon muziek die is afgestemd op jouw wandeling. En dus meebeweegt op de route die je op dat moment loopt. Dat kan met de Off Track app. En de maakster is mijn gast hier in de studio. Welkom bij 7D TV. <laughs> Viva, hartelijk welkom. Uh, de Off Track app. Laten eens even heel praktisch beginnen. Wat doet die? Hoe werkt het? Oké, okay, je gaat een wandeling maken. Ja. Waar je maar bent. Um... Je zet de muziek aan. En als de muziek start, komt alles om je heen tot leven. Dus de bloemen in het veld naast je, of misschien wel de zon die juist net opkomt. Dus je hele omgeving, zie je tot leven komen worden muziek die daarbij is geschreven door mij. Ja, en wat ik me meteen afvroeg, hè, en zo meteen gaan we vertellen over hoe het, hoe het, Ik vind het een leuk verhaal wat ik van je las, hoe het ontstaan is eigenlijk, want het is eigenlijk, ja, je hebt, het, het is je overkomen, zeg maar, en toen kwam je op het idee. Ja. Uh, maar wat ik me afvroeg is, uh, maar ik ben een heel practicus, en denk van, oké, okay, jij hebt dus een track gemaakt, want stel je loopt in het Vondelpark bijvoorbeeld, hè, dat kan, mm -hmm, en dan heb ik, heb ik off track, en dan ga ik, ga ik op een beginpunt starten, heb ik die, heb ik die app. En dan ga ik wandelen en dan, dan past die muziek bij mijn wandeling. Maar toen dacht ik, maar iedereen die loopt toch op een ander tempo? Ja. Hoe, wer, hoe werkt dat? Hoe wer, want dan heb jij muziek gemaakt, zo van bij de derde boom van rechts. Dan, wordt het de, do, dan gaat die muziek anders worden. Maar ik loop heel hard en dan ben ik al bij die vijfde boom. Hoe werkt, ja, dat? Hoe werkt dat dan? Ja, ik ben 1,56 en dus die benen zijn... Je <laughs> moet heel veel nee. stappen maken. Oké, okay, gemiddeld heb ik een beetje zo uitgerekend... BPM beats per minute 120, ja. dus een beetje het gemiddeld looptempo. Ook als je mensen buiten ziet lopen, dan let ik altijd wel op het tempo. Daar, dat ah, is ja, ongeveer ja. zo gemiddeld. En dat heb ik eigenlijk als uitgangspunt gekozen voor de kick, dus de drum die geeft een tempo aan. En daar loop je ook een beetje op. En daar op loop dan. je op. En dan hoop ah. ik dat je dat aanhoudt, zodat je precies bij die derde boom. Oh, wat <laughs> bent grappig. Je het loopt moment. dus echt een beetje op de maat, als ja, het ware. Exact. Oh, ja. dan snap ik het. Ja. Hoe is het zo gekomen? Want jij liep ergens met muziek op en mm -hmm. toen gebeurde er iets, hè? Vertel eens. Ja, oh, echt mijn lievelingsmoment. Ja. Het was ook winter. En um, ja het komt best wel overeen met de dag van vandaag. Ja, rot weer. <laughs> ik wil het niet zeggen. Maar. Ja, het was wel best wel frisjes, maar toen lag er nog echt op het ijs, ook op het water. En um, en ik was aan het afstuderen aan het conservatorium in Den Haag. En daar was ik al bezig met um, ja, wat de werking is van muziek als je dat buiten luistert. Want ik merkte al van als ik muziek aan het schrijven was, en dat deed ik thuis, dan ging ik naar buiten. Om dan hoorde ik de muziek eigenlijk op een hele andere manier. dan dat het thuis was um, achter mijn bureau. Dus dat deed ik eigenlijk elke dag. Mm -hmm. <laughs> en um, zo ook inderdaad op die dag. En ik was mijn eigen muziek aan het luisteren, en um, het was heel kalm. En het was een best wel een lang muziekstuk, van ongeveer een kwartier. En ja, dat, dat kalme paste heel goed bij de dag. En op een gegeven moment, toen zag ik een tak die op het ijs lag. Toen dacht ik, ah, oh, mooi, ik moet hier een foto van maken. En ja, ik weet gewoon nog zo goed, ik, ik dacht, nou, ik kan die foto hier maken, maar ik moet eigenlijk even het pad ervan af. En op dat moment stapte ik in een moerasgebied. En precies, echt tegelijk met die stap in het moerasgebied. Veranderde de muziek die ik aan het luisteren was. Dus naar ineens een spannend stukje. Ongelooflijk. En ja, ik dacht ook, na nou, die hele foto heb ik volgens mij niet eens. Nee, ik heb die foto nog wel gemaakt trouwens, voor die tak. Maar het was ongelooflijk. Ik kwam thuis ook en toen dacht ik, nou, ik ben echt. Ik ben heel lang weg geweest voor mijn gevoel. Nou, was dus maar dat kwartier. Dus mijn besef van tijd was ineens helemaal anders. Maar ik dacht, dit is zo leuk. Ja, dit wil ik nog een keer meemaken. En ik wil ook dat. Ja, andere mensen moeten dit ook kunnen ervaren. Hm. Dus gaan googelen, kijken of het bestond. Kon we nog niet, niet vinden. En toen dacht ik, nou ja, dan wil ik heel graag degene zijn die dit kan gaan maken. En waarbij toen op gaan googelen? de uh, app, app die muziekbegeleiding tijdens wandelingen doet of zoiets. <laughs> of waar, want het bestaat <laughs> ja, helemaal niet. Nee, ja, music environment, music landscape, ja, pff, ja zoiets, ja, ja. wanneer was dit? 2016 winter. Zeven jaar geleden. Ja. Waarom heb je dus al lang gewerkt dan? <laughs> ik moest eerst nog afstuderen, oh. dus dat was 2017 in ja. de zomer. Maar ik was toen al, ik heb in mijn scriptie nog echt dit nog, dit plan echt opgeschreven, van ik wil heel graag iets doen met die muziekwandelingen. Mm -hmm. um, toen heb ik nog stage gelopen, dus ik wilde graag nog mijn muziekproductie. Uh, ja, nog echt wat beter maken. En die omgevingen vooral, die wilde ik graag beter gaan onderzoeken. Want muziek en de omgeving, nou, hoe werkt dat? Hoe kan ik het beste, ja, die perfect bij elkaar... ja, zo goed mogelijk bij elkaar laten passen. Dus dat heb ik gedaan bij Salvador Breed. En hij is de componist voor Iris van Herpen. Dus ik mocht, uh, hm. ja, ik mocht meehelpen met de muziek... voor de Fashion show van nou, Parijs. Cool. Uh, betere, betere oefening en... Leerschool bestaat niet. Want dan is het niet zozeer environment in de zin van buiten natuur, maar dan is het environment is zijn modellen en mode die je dan begeleidt. Exact. Ja, ja. en hoe, hoe, hoe groot is die rol van die muziek? Dat, dat, dat merk je dan ja, ja. Uh, echt pas. Echt. Dus dat ja, was perfect. Dus dat heb ik toen een half jaar, denk ik, gedaan. En ondertussen ja, heel veel pianoles gegeven. En um, daarnaast ja, meegaan met allemaal wedstrijden, FIFA 400. Jeanista Marie Claire Starters Award, um, zomerondernemer Utrecht. Dus en toen ja, ik merkte wel, oh, mensen vinden het echt heel erg leuk en het gaat eigenlijk. Nou, ik had toen wel gewonnen bijvoorbeeld van die Utrecht. Dacht ik nou wat een, wat een gekkigheid. Dus misschien zit hier echt nog wat in. Mm. En ja, dat heb ik toen langzaam maar zeker ontwikkeld. En nou ja, dan ben je zeven jaar later en dan, <laughs> dan is het, dan is nou ja, dan is de app er in ieder geval. Mm. Alleen iPhone nog, hè? Ja ja, ja dat wil je natuurlijk testen zo snel mogelijk ja, maar je hebt Android dus dat ging niet ja, op precies. ja precies ja zo snel mogelijk hey, en uh, het is nog even een randstad dingetje hè want er zijn nu uh, elf wandelingen zei je mm -hmm. en dat is allemaal in Amsterdam hè ja ja deze wel in Amsterdam precies en dan... waar kan ik allemaal wandelen met de app je kan nou Vondelpark inderdaad dat is een um... dat is een de Halle zag ik staan maar ik begreep niet zo goed is dat dan de Halle? het moet je dan naar binnen ja, dan wel. Dus dat was zo doel. <laughs> ja, dus de, uh, de Halle is een wandeling, was in de opdracht. De Wallen, zei je net Ik zei de verzweging. Wallen. Ja, daar wa ja, ben ik mee bezig. Voor ja. Centrum. Ja. ja, precies. Die is nu in, een in de maak. park heb je? Ja, park zag ik? Uh, park, Frankendaal, Oosterpark, um, Flevo Park. is mijn lievelings. Vliegenbos, ah, is eigenlijk ook mijn lievelings. Die is ja. ook geweldig. Prachtig, hoge Iepen, on ontzettend bizarre omgeving alsof je niet in Amsterdam bent en DSM ook een mooie heel ja. anders qua gevoel weer ja, super stoer uh, naar te wandelen ja, die, en inderdaad ja. ik snap wat je zegt want het krijgt natuurlijk een compleet andere dimensie als je koptelefoon opzet en je krijgt en het is niet een muziekje maar het is muziek die jij gemaakt hebt voor de wandeling die je op dat moment aan het doen bent ja hoeveel mensen gebruiken het al nu ja ik kan het dus wel die ik kan ik heb de inzichten er was nu twee weken geleden de lancering gehad van de app ja. en dan zie je dus de downloads en die zie ik dan wel binnenkomen maar ik kan nog niet zo goed zien wie dat precies zijn en nee, 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 maar, maar aantallen maar... zijn het de honderden nee, nee nog niet denk ik oh, okay. nee ik denk het is echt nog... Begin nog ja echt begin klein, begin klein 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 ik een paar dingen die ik met je ja, wil bespreken Eén, denk... wat ik wat ik er heel leuk aan vind of leuk waar ik benieuwd naar ben is het uh, ik toen ik het eerste keer las dacht ik wandelen ik dacht, kijk ik wandel maar ik ben een oude lul <laughs> Maar jij, jij, hebt het, jij, jij bent jong, jouw doelgroep is jong, of tenminste, dat idee kreeg ik een beetje, het beeld kreeg erbij. Vinden die gasten het tof om te wandelen? Ja, ja, ja. En ik zit soms na te denken: van nou, is corona hier juist heel goed voor geweest? Of juist niet? Want op een gegeven moment zat ik ook van nou, moet ik, ik weer gaan wandelen. Op een gegeven moment snap ik zelf ook dacht, nou. Maar ik denk wel dat mensen het. Ja, ja. En de muziek maakt het gewoon heel erg leuk ook. Hm. Dus het is echt een soort van ja, film waarin je zit. En dat. Ja, je kan wel ook hardlopen, kan ik me voorstellen. Maar dan... Als ik dan muziek bijvoorbeeld zou luisteren als ik hardloop... dan heb ik het meer nodig om meer tempo erin te krijgen. En... Um, de, de, ja, ik denk het tempo wat je hebt tijdens het wandelen is heel fijn... omdat je alle tijd hebt om, om je heen te kijken. Mm -hmm. Maar ja, de reacties zijn echt ja, fantastisch. Ja, de, wat noemen ze wat reacties? Wat zeggen ze dan? Nou, wat ik vooral heel erg leuk vind als de wandeling is afgelopen... dan dus ik leid ook groepswandelingen, dus daarbij heb je dan de groep um, wandelaars achter mij aan en dan gaat die koptelefoon af, er is wel stilte en het, sowieso de muziek is ineens weg, dat is ook iets geks en ineens ben je weer in die bewoonde wereld en dan zo stilte en dan nou, applaus <laughs> en dan soms ook nog steeds stilte, Het doet best wel eventjes voordat een reactie op gang komt en als die dan komt dan ja mensen die moeten echt even uit die bubbel van die muziek en die wereld waar je eigenlijk mm -hmm. even bent geweest mm -hmm. en dan is het um, ja ik heb gewoon ik woon hier al tien jaar maar ik heb nog nooit mm -hmm. de buurt op zo'n manier gezien ik heb nog nooit gezien dat hier dat huisje daar bijvoorbeeld dus iedereen die luistert dezelfde muziek maar iedereen ziet wat anders dat is ook heel erg leuk dus je gaat echt je eigen verhaal maken ook omdat er geen muziek um, ja dit is gewoon puur de muziek dus geen tekst ook geen zang Um, oh ja. ja, liever als dat iedereen zijn eigen verhaal kan maken. Maar het is vooral je omgeving die je ineens op een andere manier Ziet. ervaart en even eruit bent. Ja. Ik las ergens van het is mijn levenswerk, want ik wil millennials helpen. Ja, wat, ja. in hoeverre help je millennials? Waar help je ze mee dan? Ja, in het begin was de doelgroep <laughs> nog vrij gericht. Het uh, is wel wat losser geworden. Uh -huh. Maar ik, het lijkt me zo mooi. Hoe vaker je zo'n wandeling doet, hoe meer je rust je in een dag kan ervaren. En hoe meer rust je door de dag heen ook kan ervaren. En ik hoop zo dat, dat de muziek kan bijdragen in dat stukje rust... wat je op een dag kan hebben. Even Min, kan minder burn-outs door off-track. Dat is eigenlijk de pitch. Ja, dat, ja, dat zou prachtig zijn. Mm. Ja, en dat wil je natuurlijk onderzoeken. Dus dat is ook een volgende stap voor nu. Van, hè, wat gebeurt er eigenlijk? Ik wil heel graag dan de bloeddruk bijvoorbeeld meten, of hoe, hoe voel je na een wandeling, hoe voel je het door de dag heen. Dus dat zijn allemaal nog ja, echt mooie onderzoeken die ik heel, waar ik heel benieuwd naar ben. Want ik, ja, ik kan het wel hopen en ik, ik heb wel het gevoel dat het zoiets doet. Maar nou, je wil natuurlijk ook wel, ja, als je echte cijfers kan hebben daarvoor, dat is natuurlijk prachtig. Helaas, en dan krijgen we nu het moeilijke onderdeel. Hè. Uh. Dat is, je bent hier nee. natuurlijk. In het hol van de leeuw. Dit is een keihard ondernemerskanaal. Ja. Dus hoeveel miljoenen verdien je al met de Off-Track app? <laughs> nou, kan je zeggen. <laughs> ja, in het begin lijkt het allemaal zo heel realistisch of zo in het begin ik denk, oh ik zie hemzelf helemaal wonen in die villa in LA en <laughs> met <Dominus>. een studio <laughs> ja en ik dacht nou in mijn dagboek als ik dat teruglees moet ik zo een beetje lachen maar je wordt uiteindelijk wel iets ja, realistischer. Uh. Ja, kan je zeggen de wandeling zelf? Ja, de <laughs> Ja nog niet. Het loopt nog niet stram. Nee, je, je loopt nog niet binnen. We nog niet binnen, maar ik weet wel op het moment dat ik. Nou goed, dus je hebt dus de abonnementen voor de dus gebruikers. Ja. Um, nou, dat is meer gewoon leuk voor erbij. En dat is geweldig om die muziek en de moet ik Moet ik een abonnement nemen, wil ik die wandelingen kunnen doen? Eerst is het gratis. De eerste is, gratis. Ja. Ah, dat is slim. Ja, dat is slim. En als je dan goed. leuk vindt, dan, dan kun je de rest van de wandelingen unlocken. Ja, zeker weten. En dan, is dat met een maandabonnement dan? Ja, of één wandeling voor één euro. Ja. En dan ja. anders 3,99 ja, euro voor één maand. En dan kan je onbeperkt alle wandelingen doen. En er komt elke maand ook een nieuwe nee. wandeling bij. Ja, oké. Okay. Nee, ja, je moet het ook weer niet te klein maken, want er is natuurlijk best wel potentie in. Het is best wel schaalbaar, mm. dus toch? Ja. Ik bedoel, als die app eenmaal draait Precies. en je duwt de wandelingen in en het aantal abonnees stijgt, dan kan dat best wel wat worden. Jij ja. bent ZZP'er, toch? Ja. Jij bent, want ik vind ZZP'ers super interessant volk, ik ben het zelf ook. Uh, en ik praat er veel mee en ik praat er veel over. Uh, je bent, wat zijn er wanneer ben je afgestudeerd? 2012. 17 2017, uh, conservatorium master art science ja en, ja. en uh, je had ook ergens kunnen gaan werken of zo maar je bent oh ze nee dat, ja nee niet eens ooit over nah. nee nee want? ik heb niet, <laughs> nou nee ja ik kwam gewoon niet in me op denk ik want mijn moeder en mijn zus zijn allebei klassiek pianisten dus ja. ik heb altijd gezien hoe mijn moeder dan naar concerten ging en ik ben, ik ben altijd meegegaan ook en ik zag altijd dat ze aan het oefenen was. En vooral die loopjes dan op de piano de hele tijd achter elkaar. Hetzelfde loopje. En dat daarin gewoon steeds jezelf ja, verbeteren. En heb je een concert, dan werk je daar naartoe. En ja, ik heb niet anders gezien dan dat, dat dat eigenlijk de manier is hoe mensen hun dag... Het artiesten bestaan eigenlijk. Ja. Maar met, met niet al te veel geld of wel al te veel geld? Het is wel van concert naar concert. Dat is wel, je leeft daar echt naartoe. En hoe meer je dus daar werk in steekt, hoe meer concerten er komen... Maar ik heb wel altijd dan... Ja, uh, ik heb dan even bij de Chinees gewerkt bij de uh, glazen wassen. Maar nee, nee dat vond ik... Dat waren echt bijbaantjes. Ja, bijbaantjes. En hoe snel had je na je afstuderen als ZZP of eenmanszaak... of hoe je het ook heb ingeregeld... Maar in, in, hoe, laat ik zeggen, uh, in hoeverre had je... Hoe snel had je het een beetje op orde dat je je boterham kon betalen? Ik heb altijd lesgegeven vanaf het begin af aan. Eigenlijk altijd is mijn conservatoriumtijd. Meteen al. En dat is echt... Ja, dit voelt ook niet als... Ja, ik snap nooit dat dat dan werk is. Het is gewoon... Wat voor een wat voor les geef je? Piano lessen. Daar heb ik mee begonnen. En uiteindelijk ook workshops, muziekproductie, dj, ook piano. En voor de klas dan staan en uh, ja, een groep studenten vormen. Dat is echt dat is fantastisch. Het is echt, voelt niet... Ja. Als werk. Nee. Dus je, dus je hebt eigenlijk al zes jaar lang of zo een, een prima zelfstandige bestaan. Ik denk tien jaar zelfs al meer. Ja. ja. Wat zijn jouw tips voor mensen? Want ik hoor best wel veel mensen uit de cultuursector, uit de creatieve sector, waar jij zeg maar vandaan komt. Los van het feit dat je ondernemend bent nu met je, met je off-track app. Wat zijn, jouw, wat zijn jouw lessen als je naar jezelf kijkt? Want je hebt het best voor elkaar. Ik bedoel, je doet toffe dingen. Mm -hmm. je, je kan je boterham betalen. Mm -hmm. uh, het zie ik zo vanaf de buitenkant mm -hmm. dan even. Mm -hmm. Wat zijn jouw lessen om een, om, om een goed zelfstandige bestaan te leiden in de creatieve sector? Als ik denk, van nou, ik heb nu toch te weinig uh, lessen bijvoorbeeld... die ik ja? kan geven, of workshops. Ja, en dan een mail eruit. En zoveel, zoveel mogelijk. Ja, culturele instanties bijvoorbeeld. Um, als ik zie van nou, geef geven pianolessen, ze geven workshops. Oké, okay, kom maar door. En ja. dan dat dat eigenlijk de hele tijd blijven doen. En op het moment als ik denk van ah ja, nu is het even te weinig, meteen gas erop en, um, en dat gaan doen. Dus dat is ja, ik denk toch wel de ja, de mails eruit sturen. Ja. Nou, nou ja, dit klinkt als uh, het, zeg maar actief en ondernemend zijn. Dus dus niet gaan zitten afwachten, maar erachteraan oh nee. jagen. Nee, in ieder geval zelf gaat het niet. Nee, precies. Ja, ja toch dan zelf voor de ja. slag. Ja. ja. Had jij, laten we hem bij het begin beginnen, want ik las ergens, jij was Zeg maar, niet echt op gewicht toen je geboren werd, hè? <laughs> <laughs> of kon je niet wachten? Uh, Hoe ben jij daar aan gekomen? Uitgerekend in augustus. Maar op 10 juni 1992, ja, toen dacht ik, nou is, het, uh, nou is het tijd. Dus ja. Maar hoeveel weken was je moeder toen? Het was te vroeg, echt. Ja, echt twee maanden. Ja, ja. Ja, en ik kreeg dus op het moment, kreeg ik geen, de buik van mijn moeder groeide niet. Dus toen moest op controle komen dan, elke week. Elke, nou, of ze moest de hele tijd in het ziekenhuis blijven. Een week lang. Maar ja, toen dus dacht ook, ik ben ook een beetje klaar mee. Ik ga wel naar huis. En dan mochten ze één keer per week langskomen. En toen, ja, toen kwamen ze dus langs en toen zeiden ze, oh, we horen helemaal niks. Oh-oh, uh volgens mij uh, moet nu zo snel mogelijk... <laughs> ja, moet het gaan gebeuren. En toen, met heel veel geluk, dus ja, ben ik er. 900 gram, wordt Ja, 900 gram. Je. Ja, 900 gram. Is in de mini. ja. En is muziek vanaf... Nou ja, dag één, weet ik niet of je het kan herinneren, maar nou, misschien al in de buik. Ja. Uh, maar muziek is er wel altijd geweest, hè bij jullie? Ja, altijd, altijd. En ik denk dat dat... Het, het is heel leuk, ook soms als ik op een concert ben, denk ik, hé, hey, ik ken dit stuk en dan zit het gewoon heel diep. Ja, dat, ik weet niet hoe ver dat gaat, maar dat herken ik dan en dan heb ik het, nou misschien heel lang geleden gehoord, maar dat blijft dan ergens gewoon hangen. Hm. Dus dat is heel bijzonder. Ik heb daarvoor de liefde voor muziek echt meegekregen en um, uit nieuwsgierigheid dan ga je dan ook wel achter die vleugel zitten en kijken wat er allemaal kan als je die toetsen indrukt en ja ik ben niet Jouw moeder uh, wel is pianist? Ja. En je vader? Ja, die was um, hij was zelf politicoloog en hij speelde wel piano. Hij is overleden toen ik drie was. Mm. Dus ik, uh, maar hij heeft wel altijd heel veel liefde voor muziek uh, ook gehad en ook um, ja ik heb nog wel van die babyfoto's dat hij achter... Uh, piano zat. En zat ik uh, lag ik in zijn armen. Oh, maar je hebt heel weinig herinneringen dus aan je ja, vader. Kan ja. En je hebt een zus. En een zus. Halfzus. Uh, maar voelt als heel. Oké. Okay. <laughs> ja. En zij is uh, ja, klassiek pianiste. Dus um, ja. Het is heel bijzonder om zoveel muziek mee te krijgen. En toen jij uh, zeg maar, klein uh, zeg maar op de basisschool zat. Ja. Wat waren toen je dromen? Ja, toch wel zangeres. Ja, altijd wel op het podium staan. Omdat je zo'n ja, zo uh, vriendenboekje. En dan was het altijd wel zangeres. Ja. En ben je daar ook concreet mee bezig geweest? Ja, ja dat zingen. Gek dat... genoeg zit dat er nu niet meer zo in. Maar vanaf mijn zevende heb ik in het Nationaal Kinderkoor gezongen tot mijn achttiende. En dat nou, was wel ja, het was echt wel serieus. Het was het eerste concert was in het concertgebouw, Maler. <laughs> dat is bizar. Ook een witte blouse had ik dan aan en um, ja, wat ongelooflijk. Nog steeds dat geluid van het stemmen van de instrumenten vind ik prachtig. Maar wat, uh, ja, dat is dus zo'n uh, mooie. Um, maar wilde je leerschool. de klassieke kant op met zang? Nee. <laughs> ik denk dat ik dat toen ook. Ik vond ik kon er echt van genieten. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil liever eigenlijk mijn eigen muziek uh, maken. En dan krijg ik veel, nog meer veel meer voldoening uit. Mm -hmm. Dus als ik dan achter de piano ook ik had dan piano les, en dan moest ik die stukken spelen. Dacht ik, ah, ah deze noten uh, verander ik eventjes in deze. En dan ging ik het een beetje zo aanpassen, dacht ik ja, dit, dit geeft echt een, nog meer geluksgevoel. Mm. Dan spelen wat er staat. Dus zingen, piano spelen, dus eigen nummers maken. Ja. En uh, ja, langzaam maar zeker is dat toch naar de muziekproductie gegaan... achter de laptop en daarin de muziek maken. En dat is wat ik ja, tot aan de dag van vandaag nog steeds daarin mijn muziek maak. Ja. Nu is daar off-track al een aantal jaren een soort zijpad wat daar zeg maar, langs loopt. Ja. ja. Uh, hoe serieus wil je het als onderneming gaan uitbouwen? 90%. <laughs> <laughs> 90% en 10% DJ'en, maar ja, je weet het nooit. Het kan altijd nog veranderen, maar nu, ja, wat je zei, die levensdroom om dan de millennials te helpen, zeg maar dat, dat is nog steeds wel, dat is nog steeds wel echt de focus. Ja, 90% en dan in de avond draaien, ja, dat ja. En hoe ga je dat doen, die business opbouwen met de of met de, de, met de app? Ja, ik denk nu eventjes een beetje afstand nemen, Want dit heb ik nog helemaal niet gedaan de afgelopen zeven jaar dus ik zat er allemaal middenin. Het is heel goed denk ik om even te kijken van nou wat heb ik eigenlijk gedaan, wat heb ik, wat kan uh, anders en hoe wil ik de toekomst zien. En ik denk ja. Nou, ik ga nu wel langzaam maar zeker... dan komt het op gang weer met mails en muziek maken en dat. Maar ik denk dan hoop ik wel echt een duidelijk doel te hebben... voor het volgende jaar en waar ik naartoe wil werken daarin. Hoe commercieel wil je daarmee zijn? Want ik, las, ik kwam ergens een, een track tegen die je op Tesla uh, had gemaakt. Mm -hmm. Maar dat was, was dat in opdracht van een hotel? Ja. Waarin jij ook praatte. was meer een soort guided tour. Ja. Dan, dan met, wel, wel met muziek, maar eindelijk een soort variant op. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat dat... Ik heb wel wat ideeën dat ik denk van dan kun je het heel commercieel mee uitbuiten. Uh, en dan ja. ga je ook uh, verder dan alleen maar de millennial uh, uh, groep. Ja. Hoe proactief ben je daarmee aan de bak? Want daar zit natuurlijk wel geld. Zeker. Ik denk ook dat het een hele mooie manier is om de omgeving van een hotel bijvoorbeeld uh, voor het eerst ja, mee te maken. Stel, je komt voor het eerst op een plek. Ja, waar kan ik heen? Nou, het is heel mooi om dan denk ik een richting te hebben daarin. Maar ook voor bijvoorbeeld musea. Um, kan het ook heel mooi zijn om de kunst? Ja, nog net yeah. extra informatie erover te geven, dus dat ja, dat is wel een main ding wat de pilaren gaat geven, en daar overheen dan de muziekwandelingen um, voor in de app zelf, voor de particulier dan. Maar dat is wel, nou, toch wel de grootste focus dan. Mm. Dus dat is uh, ja, dat mag, uh, dat mag groots. Ja, dan voor de Guggenheim. Zo Ja, mooi. Ja, zeker. Mm. Ja, prachtig. Ja. Uh, je bent voorlopig nog niet uit, uh, uit ondernomen en, uh, en, <laughs> en uitgeproject. Mag ik je danken voor je verhalen? Fijn dat je mijn gast was hier op CWD-TV. Mm. En dankjewel voor het kijken naar nou, weer een aflevering hier op 7 tv En heb je zitten luisteren naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube te kijken en je denkt ik wil meer video's zien of ik wil me abonneren, hieronder klikken en klik ook eens op het belletje. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden. En ben je aan het luisteren naar de podcast. Ook daar kun je uiteraard 7 TV volgen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi! We'll be right back.